Als ik vrij heb en ik kan een ommetje maken ergens waar ik het niet ken, kom ik nog wel eens zomaar vanzelf op Kerkhof terecht. En ja, dat is een soort magnetisch pol voor mij. Mijn voeten weten altijd weer naar Kerkhof. Alleen, dat was ik echt niet van plan. Ik wou gewoon de stad uit, want om de stad heen liggen overal heuvels met bosstrommen. En daar wou ik naartoe. Alleen, wat ik niet wist, dat in die heuvels met dat bosstroom ligt een kerkhof. Dus dacht ik, ja, als we dat op willen. Het is een heel mooi kerkhof. Het is heel mooi aangelegd. De zon staat erop. En ik hou van kerkhoven, omdat hoe mensen met de dood en hun doden omgaan, dat zegt ook heel veel over hoe ze in het leven staan. En letters staan duidelijk gezellig in het leven. En bij het kerkhof kan je dat merken. Het is heel mooi aangelegd. En het ligt ook niet zo gezellig door elkaar. Katholieken en Russisch-Orthodox. Nederland is eigenlijk Luthers. Alleen het oosten is tamelijk traditioneel katholiek. En aangezien het grens aan Rusland zijn er ook heel veel Russisch-Orthodox. Die kruisen kan je goed onderscheiden. Katholieken hebben gewoon kruis, hè, zoals daar inderdaad boven de schoorsteenmantel. En de Russisch-Orthodox hebben nog een extra schuine streep daar staan. Dat is handig, dan ga je niet ongeluk in het Latijn staan bidden voor Russisch graf, want dat komt niet aan en dat telt dan niet. Dat ligt buiten de stad, omdat normaal gesproken natuurlijk een kerkhof om een kerk heen ligt. Alleen, de stad waar ik ben, die is zo ontzettend vaak slagveld geweest. Een kruising van twee hele belangrijke wegen, het ligt aan de spoorlijn naar Moskou. Het is een heel belangrijk strategisch punt. Dat de kerk, allebei de kerken al diverse malen, verwoest zijn. Compleet met het kerkhof, wat moest dienen als loopgraaf. Zo'n kerk kan je herbouwen, zo'n kerkhof is eigenlijk onherstelbaar vernietigd. En dat hebben ze na een tijdje buiten de stad aangelegd om het heel te houden. En zo beland ik aan de voet van het graf van de familie Zeps op een bankje. En als mijn letters me niet in de steek laat, dan liggen daar zo'n generatie of vier van Zepsen. En het is een ander bankje dan wij kennen. Onze bankjes van op kerkhof, die zijn van graniet. En daar zit je niet lekker op. Nee, daar stort je op in als je overmand bent door ellende. En op de Veluwe zitten er ook pinnen opgemaakt, dat je vooral niet makkelijk zit. Het is een heel erg fijn bankje, mooi, wit geverfd. Aan de voet van het graf van de familie Zeps, naast mij, zit mevrouw Zeps. Gelukkig is mevrouw Zeps wel geneigd om een stukje op te schuiven. Het is namelijk ontzettend dik en ze heeft streepjes. Het is namelijk een poes. Mevrouw Zeps. En je luistert heel aandachtig als ik vertel over mijn eigen geld thuis. Toen ik begon met reizen om te zingen, vertelde ik eerst altijd heel precies waar ik naartoe ging, hoe lang ik wegbleef, wanneer ik wegging en vooral wanneer ik terugkwam. Uiteindelijk vertelde ik alleen nog maar wanneer ik terugkwam. En namen volgens je zelfs dat niet meer, want ja, wat ze werkte niet wel. En trad een hele andere routine in bij mij thuis, wanneer ik weg was, dan wanneer ik thuis was. Maar niettemin, het was gewoon een routine. Dat was gewoon de routine van Baaltournee. Wat ze ook konden doen, is Peur in de gaten houden. Peur is mijn kat. Dat had ze zelf zo uitgekozen. En we woonden toen in een boerderij waar de afwasmachine en de wasmachine en de vriezer allemaal naast elkaar op een rijtje stonden. En met de bovendeur die open kon. Als je de bovendeur open zit, dan kon je de weg afkijken om te zien wie er allemaal aankwam. Op de dag dat ik thuis kwam, onveranderlijk, zat Peur op de afwasmachine de weg af te kijken. En dan wist dus heel zin, ah, pa komt thuis. En ik kwam thuis. En dan loeide de hond, de hele tent bij elkaar natuurlijk. Maar ja, dat doen honden ook. Als je na 10 minuten weer terugkomt, dan denk je je sleutels bent vergeten. Dus dat zijn niet zo heel veel. Peur sprong gracieus van de afwasmachine af met haar staartje in de lucht. Liep voor mij uit het huis binnen. En toen ik helemaal klaar was, koffer uitgepakt, cadeautjes uitgedeeld, was in de wasmachine en ik plofte s'avonds uitgeput op de bank weer. Dan sprong de Peur bij mij op schoot, gaf de hond een rotklap zodat ik de mand verdween. Keek naar mij op en knipoogde. En dat doet ze nog steeds. Hond is al lang dood, de kinderen zijn de deur uit. Maar Peur is er nog. En die zitten nog steeds samen op de bank. Rare oude kat, rare oude man.
Baudelaire is daar een prachtig gedicht over gemaakt, over hoe oude mannen en katten elkaar opzoeken, omdat ze allebei huiselijk zijn en ook een beetje kouwelijk. Aan het praat met Normoens. Normoens is een jongen uit Koor. Ziet er heel vervaarlijk uit. Heeft een weggeschoren zijhoofden en een tatoeage in zijn hals. Alleen, bij de echte Engers is zo'n tatoeage natuurlijk een tarantula of zo, hè, of een spinnenweb of een doodshoofd. Met Normoens is dat Snoopy. Dus dat is Normoens niet zo vaarlijk. Hij heeft zitten hospiteren bij een les die ik aan het geven was en daar wou ik weer wat over vragen. Want uit het gesprek komt naar voren dat hij eigenlijk een soort collega van is. Hij is 19. Hij is keeper van het eerste ijshockeyteam. En hij ziet er eigenlijk uit alsof hij onder zijn t-shirt dat hele keeperpak nog aan heeft. Ik schat hem op een piepje of 2,5, 3. Maar dat is hij al zelf. En hij geeft les op een basisschool aan kinderen van 9 en 10. Daar geeft hij zangles aan. En hij vertelt dat er geen mooier gevoel is dan wanneer die kinderen daar echt mooier van gaan zien. Dat het lukt wat die mensen doen. En hij vertelt mij ook nog toe dat classical music is the most beautiful thing in creation. En als ik dan vertel, ja, let ze niet aan lid worden. En als ik hem dan vertel dat ik thuis twee jongens heb die ik daar misschien maar heel ten dele mee eens zijn, dan is dat iets waar je met zijn stoere petje niet zo goed bij kan. We moeten zingen in de mis, is ons gevraagd. En dat doen we graag, want we hebben daar ook mogen relateren in de kerk. En dat zingen, dat gebeurt boven op het orgelbalkon, op het oxaal. En nou weet ik redelijk weg in de mis. Ik ben wel zwaar protestant, maar ik heb op trim gezeten. Ik heb toen ontzettend veel oude muziek gezongen. Dus nou, als ik naar het Latijn ga, dan weet ik eigenlijk wel zo'n beetje waar we zijn, of dan een beetje opschiet.
Maar deze minister zit helemaal in het led. Het enige wat ik herken dat af en toe langskomt is amen. Maar om te weten wanneer je dan moet zingen, hebben we dan toch maar afgesproken dat de organisten pst zegt. Dat is eigenlijk de kortste weg. Dus op een goed moment inderdaad, de organisten zegt pst. Wij gaan naar voren aan de rand van het orgelbalkon en zingen Nisi Dominus. Zodra we klaar zijn, gaan we heel naar achteren en gaan we achter tegen de muur zitten om het koor in de buurt te laten. Het koor zit op koorbanken, op knielbanken, sorry. Want God, de pastoor ziet dan misschien beneden wel niet wat je doet, maar onze lieveheer ziet het wel. Dus op het moment dat er geknield moet worden, moet dat wel kunnen natuurlijk. En inderdaad, op een goed moment roept de pastoor beneden in het les, ja, knielen! En inderdaad, daar staan ze, ze draaien hun banken op, om. En wij kijken tegen 12 paar schoenzolen aan. 6 paar hele grote. Al die mannen zitten strak in het pak. Maar ze hebben allemaal schoenen aan. Met gaten erin. Want ze hebben natuurlijk afdakkertjes van grote broers en vaders, hebben ze aan. Zo heel veel geld hebben ze. En Normoens heeft blauwe sokken aan en Eriks heeft rode sokken aan, een gat in de ene. En de meiden hebben allemaal plums aan, maar die zijn niet allemaal op knieën berekend, die zijn soms ook aan de grote kant. Dus 2 van de meiden die verliezen hun schoenen, die vallen met een doffe klap op de planken en dan krijgen ze dan weer verschrikkelijk de slappe lach. En dan komt er op een goed moment de vredeswens. En daar maken ze werk van. Ze staan allemaal op, geven elkaar een hand. Dan gaan ze naar de organisten. En daarna komen ze bij ons en wensen ons allemaal meer doen. Want ze hebben in hun genen allemaal verdomd goed zitten hoe het is om geen vrede te hebben. Er zijn weinig steden zo ongelooflijk kapot geschoten in de oorlog. En hij zit voor de eerste keer als de stad waar wij zitten. En ik wil eigenlijk peace terugzetten, zeggen. Maar ik heb er echt een beetje moeilijk mee. Dus nadat ik 3 keer niet verder ben gekomen dan de P, geef ik hem op.